Een ervaren duiker heeft eens gezegd dat duiken niet iets is wat je doet, maar iets dat je ervaart. Daar zit iets in. Want onder water zien, horen, bewegen en ademen is anders dan wat je aan de wal gewend bent. We beginnen met wat je ziet en hoort als duiker. Water is dichter dan lucht en dit heeft invloed op het licht. De richting van het licht verandert enigszins als het vanuit het water je masker binnenkomt. Dit heeft tot gevolg dat alles met ongeveer een derde vergroot wordt. Afhankelijk van je perspectief zien dingen er groter uit of lijken ze dichterbij dan ze in werkelijkheid zijn, of allebei. Met ervaring leer je dit onbewust te compenseren. Water weerspiegelt, verspreidt en absorbeert licht. Dus hoe dieper je gaat, des te minder licht er is. Je ogen zijn echter erg gevoelig. Op de meeste populaire duiklocaties heb je overdag voldoende licht. Hoewel je in helder water overdag misschien niet eens merkt dat er minder licht is, zie je wel minder kleuren. Water absorbeert het licht niet uniform. Sommige kleuren worden eerder geabsorbeerd dan anderen. Zoals je hier kunt zien, is rood de eerste kleur die wordt geabsorbeerd. Daarna volgen oranje, geel, groen en tenslotte blauw. Je ogen passen zich wel aan voor een kleurverandering, maar als je een licht gebruikt op diepte, komt de verloren kleur weer terug en zie je het verschil. De onderwaterwereld is niet stil. Je hoort dieren in het water, boten, duikers en andere geluiden. Geluid draagt verder in het water dan door de lucht. Een boot die aan de oppervlakte te ver is om te horen, kan in het water vlak in de buurt lijken. Geluid plant zich in het water ongeveer vier keer sneller voort, en daardoor is het moeilijk in te schatten waar het geluid vandaan komt. Het lijkt over het algemeen of geluid van alle kanten komt of van direct boven je. Je kunt wel vaak relatieve veranderingen in afstand inschatten, omdat een geluid harder of zachter wordt. Omdat water zoveel dichter is dan lucht, moet je meer moeite doen erin te bewegen. Hoe sneller je probeert te zwemmen, hoe meer energie je verbruikt. Maar waarom die haast? Spaar je energie door langzaam en gestaag te bewegen en voorkom snelle en schokkende bewegingen. Jezelf stroomlijnen is een onderdeel van het zwemmen en jezelf efficiënter bewegen. Stroomlijning is simpelweg het dichtbij je houden van je uitrusting, niets loslaten hangen en redelijk waterpas door het water zwemmen. In hoofdstuk 1 heb je geleerd dat uitloding je balans is in het water. Met de ideale uitloding drijf je met je voeten en je hoofd relatief in dezelfde lijn. Als je meer gewicht hebt dan nodig, compenseer je dit door je trimvest op te blazen. Hierdoor zet je trimvest uit, gaat je bovenlijf iets omhoog en je voeten iets naar beneden. Dit levert extra luchtweerstand op en is dus energieverspilling. Als je niet genoeg lood bij je hebt, is je trimvest misschien leeg en zul je naar beneden trappen om diep te blijven. Je voeten hangen te hoog in het water. Het kan ook zijn dat je de juiste hoeveelheid gewicht hebt, maar dat het verkeerd is verdeeld over je lichaam. Tijdens je trainingstuiken zal je instructeur je helpen met de verdeling van het gewicht en de uitloding. Met de juiste uitloding maak je gebruik van de dichtheid van het water en beweeg je efficiënter, terwijl je duikt, behoud je neutraal drijfvermogen, bijna gewichtloos, zodat je soepel door de onderwaterwereld glijdt. Eenmaal aan de oppervlakte blaas je je trimvest op zodat je moeiteloos blijft drijven. Het goed kunnen aanpassen van je drijfvermogen maakt van duiken een unieke en leuke ervaring. Normaal gesproken beëindig je de duik als je het te koud krijgt. Water absorbeert warmte ongeveer 20 keer sneller dan lucht. Dus zelfs in water van 30 graden Celsius, 86 graden Fahrenheit, krijg je het na verloop van tijd koud. Om lekker warm te blijven draag je een duikpak. Een volledig natpak, zoals deze voor redelijk koel tot redelijk warm water. En een shorty, een kort natpak, zoals deze, voor tropisch water. Gebruik een droogpak in het koudste water. Je leert binnenkort meer over duikpakken. Duiken is niet leuk als je het koud hebt. Beëindig dus je duik als je het koud krijgt en draag de volgende keer meer bescherming. Zelfs met een duikpak verlies je warmte, behalve in erg warm water. Hoe langer je duikt, hoe meer bescherming je draagt, maar zelfs dan krijg je het uiteindelijk koud. Normaal zul je je duik beëindigen als je het ongemakkelijk koud krijgt, maar wees je bewust van hypothermie, waarbij je ongecontroleerd rilt. Dit is een ernstige aandoening waarbij je lichaam zoveel warmte heeft verloren dat het gevaarlijk wordt. Als je niet kunt stoppen met rillen, verlaat dan onmiddellijk het water, droog je af en zoek de warmte op. Je hebt al geleerd dat je langzaam, diep en continu moet ademhalen terwijl je duikt. Dit is een effectieve manier om dichte lucht te ademen en het vermindert het effect van dode luchtruimte. Dode luchtruimte is lucht in de luchtwegen die je longen niet bereikt. Dit is het eerste gedeelte bij het inademen en bevat meer kooldioxide. Je duikuitrusting zorgt voor nog meer dode luchtruimte. Langzaam diep ademhalen is efficiënter omdat hierdoor het aandeel ingeademde dode lucht kleiner wordt. Bovendien blijf je op deze manier rustiger en helderder. Er is een techniek om controle over je luchtwegen te houden als er nog wat water in je mondstuk zit, iets wat vaak voorkomt na het klaren. Adem langzaam in terwijl je naar beneden kijkt. Water is zwaarder dan lucht en blijft daardoor in je mondstuk achter als de lucht in je mond en longen stroomt. Steek het puntje van je tong tegen je gehemelte om te voorkomen dat er water in je keel spat. Adem na een rustige ademteug stevig uit om resterend water weg te blazen. Als er een paar druppeltjes in je keel komen, hoest dan gewoon terwijl je de snorkel- of ademautomaat in je mond houdt. Uitputting is meestal het gevolg van langdurige inspanning, zoals tegen de stroom inzwemmen. Je begint dan soms sneller te ademen dan je ademautomaat lucht kan leveren. Dit kan een angstige ervaring zijn. De symptomen zijn onder andere vermoeidheid, zware ademhaling. Buiten adem zijn of een verstikkend gevoel hebben, zwakte, onrust, hoofdpijn, spierkramp en een neiging tot paniek. Je voorkomt uitputting door langzaam en diep adem te halen. Als je ademhaling sneller wordt, moet je het rustig aandoen. Als je uitgeput raakt, stop dan, waarschuw je buddy en neem rust. Als je aan het wateroppervlak bent, zorg dan voor positief drijfvermogen. Als je onder water bent, pak dan zo mogelijk iets vast zoals een rots of doodkoraal. Wacht tot je ademhaling weer normaal is voordat je verder gaat in een gepaster en rustiger tempo. Als de omstandigheden dat moeilijk maken, breek dan de duik af. Vergeet niet dat bij het duiken met perslucht je altijd langzaam, diep en continu adem moet proberen te halen. Zoals je hebt geleerd, plan je een duik samen met een buddy. Duikplannen hoeven niet moeilijk te zijn of lang te duren, maar ze zorgen ervoor dat je meer van de duik geniet en bereiden je voor op eventuele problemen. Punten die nagelang de situatie specifiek behandeld kunnen worden in een plan zijn het punt en de methode van te water gaan en uitstappen, de te volgen koers, de maximale diepte en tijd, een controle van handsignalen en communicatie, het moment van terugkeer meestal op basis van je resterende lucht de manier waarop je bij elkaar blijft, wat te doen als je je body kwijtraakt, noodprocedures en je duikdoel. Je doet samen je uitrusting aan en je helpt elkaar in die nodig. Net voordat je te water gaat, voer je de veiligheidsinspectie uit met het ezelsbruggetje 'vlugge leerlingen schieten lekker op'. Soms wordt ook het Engelse ezelsbruggetje gebruikt: 'Begin with review and friend'. PCD, wait, releases air, final check. De V staat voor vest, je trimvest. Controleer de afstelling, de werking en dat het opgeblazen is. Zorg dat de flesriem vast zit. Controleer je signaleringsuitrusting. De L staat voor lood. Controleer de juiste hoeveelheid en verdeling en de snelsluiting als je voldoende lood moet laten vallen om te drijven. S staat voor sluitingen. Zorg dat alle gespen en sluitingen vastzitten en dat de buddies van elkaar weten hoe de sluitingen werken. De tweede L staat voor lucht. Adem door je ademautomaat en je octopus. Controleer je manometer op voldoende lucht voor de duik plus een reserve. Buddies moeten van elkaar weten waar de alternatieve luchtvoorziening of octopus zit. De laatste letter O staat voor overige, de laatste controle. Controleer elkaar op losse banden, beknelde slangen of iets dergelijks. Maak een gewoonte van de veiligheidsinspectie. Het duurt maar even, maar het kan bijna ongelukken en ongelukken voorkomen. Blijf tijdens de duik bij je buddy of buddies. Vergeet niet dat je in helder water te ver uit elkaar kunt raken en elkaar nog steeds kunt zien. Weet wat je moet doen als je uit elkaar raakt. De algemene procedure is om niet langer dan een minuut naar elkaar te zoeken en dan aan het wateroppervlak bij elkaar te komen als je elkaar niet gevonden hebt. In bepaalde gevallen moet je misschien iets anders plannen. Als je team uit drie personen bestaat, volg je deze procedure als één van je buddies afgezonderd raakt, zelfs als de andere twee nog bij elkaar zijn. Het buddy-systeem werkt goed als duikers hun duik samen plannen, samen de veiligheidsinspectie uitvoeren, bij elkaar blijven en hun luchtvoorraad samen controleren. Onthoud goed, het is jouw verantwoordelijkheid om bij je buddy of buddies te blijven. Niemand kan dat voor je doen. Het controleren van je luchtvoorraad is een van de meest belangrijke duikvaardigheden. Je hebt al geleerd hoe je je manometer gebruikt. Nu gaan we kijken hoe jij en je buddies samen de voorraad controleren. Het tempo waarin mensen hun lucht verbruiken verschilt. Er is dus altijd iemand die zijn lucht als snelste op heeft. In de loop van de duik delen jij en je buddies informatie over het luchtverbruik, omdat je de duik omkeert en terugkeert op basis van de duiker die als eerste de geplande omkeerdruk. De druk waarbij je terugkeert heeft bereikt. Stel je voor dat jij en je body vanaf een boot duiken met vergelijkbare duikflessen, vol op 200 bar 3000 PSI. Je spreekt af nog 50 bar 500 PSI reserve over te houden. Ook spreek je 20 bar 300 PSI af voor het stijgen en de veiligheidsstop. Tel dat op bij je reserve om de druk te krijgen waarbij je zou moeten gaan stijgen. In dit geval zul je langs de afmeerlijn van de boot beginnen te stijgen als er nog minstens 70 bar 800 psi lucht is. Trek 70 bar 800 psi af van je begindruk en je hebt 130 bar 2200 psi over voor de duik zelf. Je spreekt af om terug te keren als een van jullie de helft hiervan verbruikt heeft, 65 bar 1100 psi. Je gaat dan terug terwijl je de andere helft gebruikt. Trek dus 65 bar 1100 psi af van je begindruk om je omkeerdruk, de SPG-druk waarbij je omkeert en teruggaat, te bepalen. In dit geval is dat 135 bar 1900 psi. Met deze druk kom je terug bij de afmeerlijn en terug aan de oppervlakte met je geplande reserve. Als je conservatief duikt, komt het vaak voor dat je bij je opstijgpunt komt met meer lucht dan je gepland had. In zo'n geval kun je verder gaan met de duik in de directe omgeving en omhoog komen als de afgesproken druk bereikt is. Met conservatieve duikplanning zul je met onverwachte vertragingen binnen je voorraadgrenzen bij het opstijgpunt aankomen. Als dit niet het geval is, stijg dan waar je ook bent en zwem de rest van de terugweg via de oppervlakte. Riskeer niet onder water zonder lucht te komen zitten. Als laatste opmerking, plan het luchtverbruik met behulp van de kleinste voorraad en de laagste begindruk indien deze verschillen. Aan het begin en aan het eind van een duik blijf je meestal enige tijd aan de oppervlakte in water dat te diep is om in te staan. Zoals je hebt geleerd, maak je er een gewoonte van om je masker op te houden en te ademen via je snorkel of je ademautomaat. Als je onder stress komt te staan, doe je meestal wat je gewend bent, dus dit zijn de gewoontes die je wilt hebben. Je kunt moeilijkheden beter voorkomen en oplossen als je kunt kijken en ademen met je gezicht in het water. Je reageert veel langzamer als je eerst weer je masker op moet doen. Met je masker op en het mondstuk in je mond zul je minder snel verblind raken of verslikken in een slok water. Een masker dat op je gezicht zit zul je ook minder snel kwijtraken. Praat indien nodig maar doe je mondstuk weer in als je klaar bent. Als je bij het begin van een duik langer dan enkele momenten aan de oppervlakte blijft, gebruik dan je snorkel om lucht voor de duik te sparen. Aan het einde van het duik, als je duikfles bijna leeg is, heb je een snorkel nodig om te ademen met je gezicht in het water of als het water ruw is. Als je te water gaat op enige afstand van waar je wilt duiken, bespaar je vaak lucht door daar met je snorkel naartoe te zwemmen. Je kunt snorkelen terwijl je een afdaalpunt zoekt vanaf het wateroppervlak. Als je aan de oppervlakte komt ver van het punt waar je het water verlaat, heb je vaak geen andere keus dan via de oppervlakte te zwemmen. Voor korte stukjes zwemmen kun je met je gezicht naar beneden zwemmen zodat je onder water kunt kijken. Voor langere afstanden is het minder vermoeiend om op je rug te zwemmen omdat het water het gewicht van de duikfles ondersteunt, hoewel het wat moeilijker is om te navigeren en te kijken waar je zwemt. Blijf het buddy-systeem gebruiken, houd contact en blijf bij elkaar. Op deze manier naast elkaar zwemmen werkt meestal het beste. Als je klaar bent om af te dalen, volg je 5 stappen. Eerst controleer je of je body klaar is om af te dalen. Oriënteer jezelf vervolgens op iets aan de oppervlakte of onder water. Schakel ten derde over op je ademautomaat en controleer ten vierde je computer om te kijken of deze werkt en niet in de slaapstand staat. Activeer je duiktimer als je er één gebruikt. Geef ten vijfde het signaal dalen en laat de lucht uit je trimvest lopen om samen naar beneden te gaan. Als je afdaalt begin je meteen met klaren. Klaar vaak, elke meter of paar feet, zoals je eerder hebt geleerd. Daal met je hoofd boven je voeten, zoals getoond. Dit helpt bij het oriënteren en het klaren. Vaak gebruik je een lijn of helling als referentiepunt. Vaak gebruik je dit als visueel referentiepunt en controleer je je afdaling via je drijfvermogen. In bepaalde gevallen, zoals bij een stroming, kun je je ook vasthouden aan de lijn. Blijf bij het afdalen zonder referentiepunt bij elkaar als bodyteam. Stel je drijfvermogen af en controleer je afdaling door op je computer te kijken. Terwijl je afdaalt, vermindert je drijfvermogen en begin je sneller te zinken. Dit komt omdat de toegenomen druk het gas in je duikpak samendrukt, zodat het drijfvermogen verliest. Blaas lucht in je trimvest om dit te compenseren of in je droogpak als je er een gebruikt. Gebruik geregeld kleine hoeveelheden lucht voor een langzame, gecontroleerde afdaling. Dit helpt bij het klaren. In het ideale geval kom je met neutraal drijfvermogen op de bodem aan door je drijfvermogen tijdens de afdaling aan te passen. Ook een opstijging bestaat uit vijf stappen. Ten eerste bevestig je dat je buddy klaar is om omhoog te komen. Ten tweede controleer je je computer om er zeker van te zijn dat je binnen de grenzen zit. Ten derde kijk je omhoog en houd je je trimvest in vast. Plaats geen lucht in je trimvest. Als je goed uitgeloot bent en neutraal drijfvermogen hebt, begin je te stijgen door langzaam omhoog te zwemmen. Ten vierde, je stijgt langzaam, niet sneller dan 18 meter 60 feet per minuut. Of de snelheid die aangegeven wordt door je computer, nagelang welke snelheid kleiner is. Met de meeste computers wordt een stijgsnelheid van 10 meter, 30 feet per minuut aangehouden. Kijk omhoog en draai terwijl je stijgt om te controleren dat er niets boven je zit. Steek je arm omhoog als je bij de oppervlakte komt en er doorheen breekt. Controleer je computer en je drijfvermogen om je stijgsnelheid te beheersen. Je drijfvermogen neemt toe terwijl je stijgt omdat de lucht in je trimvest zit. Beheers je drijfvermogen door vaak en in kleine hoeveelheden lucht uit je trimvest te laten of uit je droogpak als je dat gebruikt. Stijg indien mogelijk met je buddy of buddies op langs een referentiepunt, zoals een hellende bodem, een afmeerlijn of een touw vanuit een boot of drijvend vlot. Je gebruikt dit meestal als zichtbaar referentiepunt, maar in situaties met stroming kun je het ook vasthouden. Je kunt midden in het water zonder referentiepunt omhoog komen door het drijfvermogen te controleren en je stijgsnelheid bij te houden op je computer. Een buddy kan hierbij het omhoog komen beheersen, terwijl de ander zich richt op de navigatie. Las altijd een veiligheidsstop in bij het stijgen. Een veiligheidsstop is niet meer dan een pauze van 3 tot 5 minuten in het stijgen tussen 6 meter 20 feet en 3 meter 10 feet, normaal gesproken op 5 meter 15 feet. Dankzij een veiligheidsstop kun je beheersen stijgen en je lichaamsweefsels krijgen de kans om opgeloste gassen af te stoten. Dit reduceert de kans op longoverdrukverwondingen en decompressieziekten. Hierover zul je meer leren in de hoofdstukken 4 en 5. Het maken van een veiligheidsstop met referentie is het eenvoudigst, maar je kunt ook een veiligheidsstop maken zonder referentie door naar de diepte op je duikcomputer te kijken, terwijl je op neutraal drijfvermogen zweeft. Veiligheidsstops zijn onderdeel van conservatief duiken. Maar als er een noodsituatie is waarin je een andere duiker omhoog helpt die luchttoevoerproblemen heeft en jij zelf nog maar weinig lucht hebt, dan maak je geen noodstop. Nadat alle duikers bevestigd hebben dat de veiligheidsstop afgerond is, zwem je rustig naar boven, kijk omhoog en steek je arm omhoog zoals getoond. Draai zo nodig om eventuele obstakels te vermijden. Houd een hand omhoog als je aan de oppervlakte bent en blaas vervolgens je trimvest op zodat je comfortabel drijft voordat je overschakelt op je snorkel. Als je vanaf een boot duikt, geef je Divemaster dan het teken oké okay en zwem indien nodig naar de boot. Je draagt een duikpak voor de warmte en om je enige bescherming tegen incidentele steken, stekels, schaaf- en snijwonden te bieden. De drie belangrijkste typen duikpakken zijn natpakken... Droogpakken en snorkelpakken, ook wel bodysuits genoemd. In water tussen 10 graden Celsius 50 graden Fahrenheit en 30 graden Celsius 86 Fahrenheit gebruik je een natpak. Ze zijn gemaakt van neopreenschuim. Water zijpelt naar binnen en kan er niet meer uit, daarom worden ze natpakken genoemd. Je lichaam verwarmt het koude water en de neopreen vertraagt warmteverlies aanzienlijk. Om goed te werken moet het water in het pak blijven zitten. Als je pak te los zit, stroomt het koude water naar binnen en al het opgewarmde water weer naar buiten. Als het pak te strak zit, is het oncomfortabel. Laat je bij het kiezen van een natpak helpen door een professional voor de juiste pasvorm. Droogpakken bedekken het grootste deel van je lichaam en je kunt ze gebruiken in water dat kouder is dan 18 graden Celsius, 65 graden Fahrenheit. Maar ook voor lange duiken in warmer water. Een droogpak biedt de meeste isolatie. De naam zegt het al: hij houdt je droog. De lucht in het pak, je onderkleding en soms het droogpak zelf bieden isolatie. Een droogpak is een luchtholte en je klaart het daarom. Ook pas je het drijfvermogen aan bij verschillende dieptes. Je leert dit in de Paddy Dry Suit Diver cursus. Je instructeur zal je bekendmaken met het gebruik van een droogpak als je dat tijdens deze cursus nodig mocht hebben. Een droogpak hoeft niet zo nauw aan te sluiten als een natpak, maar de pasvorm is wel belangrijk. Een snorkelpak biedt weinig tot geen isolatie, maar beschermt wel tegen incidentele snij- en schaafwonden. Je draagt ze afzonderlijk in erg warm water of onder een kort natpak in gematigd warm water. Veel duikers dragen snorkelpakken om het aandoen van natpakken te vergemakkelijken. Duikpakken worden gemaakt in verschillende stijlen en je kunt kiezen uit verschillende accessoires en opties. Nat- en droogpakken isoleren zo goed dat oververhitting een probleem kan worden als het buiten heet is. Voorkom dit door je set samen te stellen voordat je je pak aandoet en doe het pakpas op het laatste moment aan. Blijf indien mogelijk in de schaduw. Beperk zoveel mogelijk je activiteiten, vooral als je in de zon bent. Trek je kap van je hoofd en laat de rits zo lang mogelijk openstaan. Als je oververhit draagt te raken, stop dan om af te koelen, zelfs als dit de duik enkele minuten ophoudt. Je gebruikt je snijwerktuig voor je veiligheid als je bijvoorbeeld verstrikt raakt en voor het gemak voor als je afval van een duiklocatie wilt verwijderen. Je kunt kiezen uit vier basistypes. Sommige gebieden reguleren de soorten en maten snijwerktuigen. Duikmessen variëren in afmetingen en hebben meestal een glad en een gezaagd snijblad. Duiktools zijn vergelijkbaar, maar hierbij wordt de punt vervangen door een priem. Een duikschaar is vooral geschikt voor het doorknippen van vislijnen en netten. Zetmessen zijn haken met een lamet dat speciaal is gemaakt voor het doorsnijden van vislijnen of netten. Naast een gewoon mes of gereedschap heb je meestal ook een zetmes bij je. Je kunt het snijgereedschap op verschillende plaatsen vastmaken, afhankelijk van je voorkeur. Draag minstens één gereedschap waar je er met beide handen eenvoudig bij kunt, zodat je hem ook kunt gebruiken als één van je armen verstrikt raakt. Je hebt een duiktas nodig om je duikuitrusting in te bewaren, behalve je gewichten, duikflessen en droogpak. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor duiken zodat zoutwater geen invloed heeft op de ritsen en het materiaal niet vergaat. Duiktassen zijn tevens bestand tegen de impact van het transporteren van je duikuitrusting. Je kunt uit vele verschillende stijlen, opties en kleuren kiezen en er is voor ieder wat wils. Het belangrijkste is de maat. Kies een tas die een beetje groter is dan wat je voor je uitrusting nodig hebt, omdat je uitrusting met je ervaring zal groeien. Als duiker gebruik je drie primaire instrumenten: je manometer, je duikcomputer en je kompas. Deze kunnen afzonderlijk uitgevoerd zijn of er kunnen twee of meer in één enkel apparaat geïntegreerd zijn. De manometer ken je al. Duikcomputers houden bij hoe diep je gaat, hoe lang je duikt en geven je tijdslimieten aan. Je leert hierover meer in de hoofdstukken 4 en 5. Je kompas geeft richtingsinformatie aan zodat je je weg kunt vinden. Je leert hierover binnenkort meer. Daarnaast zijn er ook optionele instrumenten. Voordat de duikcomputers waren, gebruikten duikers dieptemeters en horloges voor het gebruik met duiktabellen. Je hebt deze nodig als je de RDP-tabel of ERDPML in plaats van een computer gebruikt. Duikhorloges zijn populaire lifestyle accessoires, of zo je wilt, het merkteken van een duiker. Veel duikers die een duikcomputer hebben, dragen om die reden ook een duikhorloge... en hebben op deze manier ook een alternatieve manier om hun duiktijd bij te houden. Met een thermometer kun je bepalen hoeveel duikbescherming je nodig hebt. Hoewel ze ook afzonderlijk verkrijgbaar zijn, bevatten sommige manometers of duikcomputers ook een thermometer. Duikinstrumenten kunnen tegen een stootje. Maar bescherm ze tegen schokken en laat ze niet vallen. Stel ze niet voor lange tijd bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen. Naast het afspoelen zul je er zo af en toe aan moeten geloven de batterijen te vervangen, zoals aangegeven door de fabrikant. Kijk in de handleiding voor aanvullende aanwijzingen. Tijdens deze cursus leer je verschillende methoden om te water te gaan. Afhankelijk van je lichamelijke conditie is een van deze methoden de commando sprong. Deze is populair bij het duiken van grote duikschepen of vanaf stijgers in diep water. Zodra je met je body de veiligheidscontrole voor de duik hebt afgerond, ga je naar de plek waar je te water gaat. Doe je vinnen zo mogelijk daar pas aan om te voorkomen dat je ermee rond moet lopen. Je kunt elkaar in evenwicht houden of hou je aan iets stevigs vast. Laas je trimvest gedeeltelijk op, controleer of het watervrij is en bevestig dat je body klaar is. Adem door je ademautomaat en houd deze en je masker vast zoals getoond, zodat ze niet kwijtraken als je te water gaat. Je kunt met je andere hand je instrumenten en accessoires vasthouden. Sommige duikers houden hun andere hand achter hun hoofd. Kijk recht vooruit en neem een grote stap in het water. Blijf je masker en je ademautomaat vasthouden tot je stabiel aan de oppervlakte drijft. Draai naar de boot of de steiger, in dit geval de zwembadrand, en geef het handgebaar dat alles oké okay is. Maak het water vrij voor je buddy. Bij het duiken van een boot wacht je meestal aan een lijn die achter de ladder of de achterkant van de boot hangt, als er wat stroming is. Aan het wateroppervlak doe je een gewichtscontrole om te bepalen of je goed uitgelood bent. Begin met je geschatte gewicht, adem met je ademautomaat en laat je trimvest helemaal leeglopen. Je zou op ooghoogte moeten drijven als je trimvest leeg is en je een normale ademteug inhoudt. Als je uitademt moet je zachtjes zinken. Als dit niet het geval is moet je lood toevoegen of verwijderen. Als je het punt gevonden hebt en je een volle duikfles draagt, voeg dat ongeveer 2 kilo of 5 pond toe. De reden hiervoor is dat de lucht in de fles gewicht heeft, je wordt dus lichter naarmate je meer lucht gebruikt. De 2 kg 5 pond compenseren deze gewichtsverandering. Soms zit een band van een trimvest losjes en begint de duikfles te glijden. Als dit gebeurt voordat je te water gaat, is het meestal het gemakkelijkst om de duikuitrusting af te nemen en de band te verstellen. Als hij losraakt tijdens de duik, hoeft dit geen noodgeval te zijn, omdat de fles meestal bij de duiken blijft. Zoek een stuk zand of een andere onkwetsbare bodem en laat de andere duiker naar beneden kijken zoals getoond. Maak de band voldoende los om de fles te verschuiven, trek hem aan en vergrendel hem. Als de fles loskomt aan het wateroppervlak kun je de band mogelijk weer vastmaken door de duiker iets vast te laten pakken terwijl hij door zijn snorkel- of ademautomaat ademt. Het is meestal het gemakkelijkst als de duiker niet meer lucht in de trimvest heeft dan noodzakelijk om te blijven drijven. Als een duikfles losraakt als je het water uitgaat, ga dan terug het water in, doe de uitrusting af en til hem op deze manier uit het water. Je zult dit gaan oefenen aan de oppervlakte. Je snorkel of je ademautomaat loopt vol met water als deze uit je mond is aan de oppervlakte. Blaas er krachtig in om het te klaren, om het water eruit te persen. Dit noemen we de klaringsmethode. Na het klaren adem je voorzichtig in en bescherm je je luchtwegen om langs eventueel resterend water te ademen. Blaas daarna weer krachtig uit. Oefen dit met je gezicht in het water, zoals je doet als je iets onder water in de gaten houdt of als je bij stevige golven voor praktijkdoeleinden ervan uitgaat dat je gezicht altijd in het water is. Bij vrijwel iedere duik schakel je over tussen snorkel en ademautomaat en omgekeerd. Oefen ook dit met je gezicht in het water. Begin met je snorkel, neem een ademteug en schakel over naar je ademautomaat. Klaar je ademautomaat. Adem na een paar ademteugen in en ga terug naar je snorkel. Klaar hem en haal adem. Herhaal dit tot je het probleemloos kunt uitvoeren. Tijdens beschutwaterduik 2 begin je met het ontwikkelen van je vaardigheden voor neutraal drijfvermogen. Een populaire techniek om hiermee te beginnen is pivoteren op je vinnen. Ga met je gezicht naar beneden op een onkwetsbare bodem liggen, bijvoorbeeld zand als je niet eens in een zwembad oefent. Ontspan je en adem langzaam en diep in. Als je neutraal drijfvermogen hebt, draai je met je vinnen omhoog terwijl je inademt en naar beneden als je uitademt. Als dit niet het geval is, blaas je een kleine stoot lucht in je trimvest en probeer je het nog eens. Voeg kleine hoeveelheden lucht toe, anders riskeer je een snelle opstijging. Blijf rustig. Als je op deze manier op en neer pivoteert, is je drijfvermogen bijna neutraal. Zodra je dit kunt, start je met neutraal drijfvermogen terwijl je duikt. Als je bijvoorbeeld je masker moet klaren, kun je dit midden in het water doen in plaats van op de bodem neer te knielen... Al dan niet met contact met de punt van je vin. Hoewel pivoteren op je vin een populair is, gebruikt je instructeur mogelijk een andere techniek. In beschut waterduik 2 oefen je verder het klaren van je masker. Je begint met een masker dat helemaal volgelopen is, op dezelfde manier als een gedeeltelijk volgelopen masker zoals getoond. Vervolgens haal je het masker helemaal van je hoofd. Dit bereidt je voor op een situatie waarbij je het masker tijdens het duiken kwijtraakt. Houd je ogen open tenzij je contactlenzen draagt. Alles wordt onscherp, maar je ziet nog genoeg om te zwemmen, handsignalen aan je buddy te geven enzovoorts. Als je het onprettig vindt om te ademen met je neus in het water, moet je misschien je neus even dicht houden. Met een beetje oefening kun je ademen zonder masker en je neus te blokkeren. Oefen dit gedurende een minuut of langer. Zo lang duurt het ongeveer om de oppervlakte te bereiken als je je masker kwijt bent en het niet meer terug kunt vinden. Doe het masker na een minuut weer op en klaar het. Controleer of er geen loshangend haar of de kap van je duikpak tussen de rand van het masker zit, anders kan er water in je masker lopen. Iets wat zelden voorkomt, maar wel kan gebeuren, is dat de inflaterslang van je trimvest of je droogpak open blijft staan. Als dit gebeurt, moet je onmiddellijk de slang ontkoppelen en de lucht weglaten lopen. Je instructeur begint deze oefening door een vastzittende knop te simuleren door de oplaasknop vast te houden. Ontkoppel de slang onmiddellijk, zoals getoond. Als je ademautomaat vol lucht zit, is dit misschien niet zo makkelijk. Druk de slang naar de aansluiting, zoals getoond en trek met je vingers aan de snelsluiting. Als het niet lukt om snel te ontkoppelen, moet je zoveel mogelijk verticaal blijven en de uitlaatknop geopend houden, zoals getoond. Zo blijft je drijfvermogen onder controle, terwijl je blijft proberen om de slang los te koppelen. Nadat je klaar bent met oefenen, vergeet dan niet de inflater slang weer aan te sluiten. Tijdens de binnenwaterduik 3 leer je hoe je je trimvest op moet blazen zonder druk inflater aangesloten op je duikfles. Je zult beter weten wat je moet doen als je weet hoe het voelt om zonder lucht te zitten. Je instructeur zal dit simuleren door je fleskraan dicht te draaien terwijl je ademt en op je manometer kijkt. Let wel op dat de druk met elke ademteug afneemt en dat het ademen aanmerkelijk zwaarder gaat. Als je niet meer kunt ademen geeft je instructeur dan het signaal lucht is op en deze zal je kraan weer opendraaien. Je zult zien dat de manometer teruggaat naar de vorige aflezing en dat je weer kunt ademen. Goede duikers weten op elk mogelijk moment hoeveel lucht ze nog ongeveer hebben. Om je te helpen deze vaardigheid te ontwikkelen, zal je instructeur je onaangekondigd vragen om je luchtdruk door te geven, zonder op je manometer te kijken. Daarna controleren jullie samen het antwoord. Als je je luchtvoorraad bijhoudt en je manometer controleert zoals je hebt geleerd, zou je er niet meer dan 20 bar 300 psi naast moeten zitten. Een van de manieren die je zult leren om het water te verlaten is met de laddertechniek. Dit is een techniek die veel wordt gebruikt op grotere boten. Kom aan de oppervlakte in de buurt van maar niet te dicht bij de ladder. Zwem niet onder duikers die je voorgaan omdat ze kunnen uitglijden of een duikfles los kan raken. Als er stroming is, ligt er vaak een lijn in het water waaraan je je kunt vasthouden terwijl je wacht op jouw beurt. Als het jouw beurt is, ga dan naar de ladder en pak hem stevig beet. Houd je masker op zodat je onder en boven het wateroppervlak kunt kijken en schakel over op je ademautomaat zodat je kunt ademen als je weer in het water valt. Terwijl je de ladder vasthoudt kun je eventuele accessoires aanreiken en vervolgens je vinnen. Sommige duikers doen verstelbare vinnen aan hun pols, zodat ze deze bij zich hebben als ze hun greep verliezen en weggevoerd worden door de stroming. Adem door je ademautomaat tot je weer helemaal aan boord bent en ga onmiddellijk zitten of laat een buddy je helpen om je uitrusting af te nemen. Afhankelijk van de boot, de ladder, de omstandigheden aan de oppervlakte en je lichamelijke kenmerken kun je je lood of je gehele duikuitrusting aanreiken voordat je de ladder opklimt. Sommige duikers kunnen geen ladders beklimmen en gebruiken een andere techniek om uit het water te komen.